Ja, het is toch wat, Lian? Ja, Arne, het had zo mooi geweest. Want ja, voor mij is het nieuw. Hoe had het dan ongeveer uitgezien dan? Waar had dan die podiumwagen gestaan? Nou, daar hadden we eigenlijk tegenaan gekeken nu. Zo'n podiumwagen met een hele grote voortent. En de bomen die je ziet, daar wordt dan altijd een groot zeil ingehangen. Dus stel dat het gaat regenen, dat mensen droog staan, maar ook meer voor de sfeer. Met houten vlonders hadden we het dan afgedekt. Ja, ja, dat had heel leuk geweest. Ik zie het voor me. Ja. Ja. Maar ik vind het voor de Josties vind ik het ook wel jammer. Die had het ook wel verheugd, want dit anderhalf jaar geleden al bedacht. Ja, ja, ja. Nee, voor de Jostie-bandleden is het natuurlijk ontzettend jammer dat het niet door kan gaan. En we hopen natuurlijk dat we dit concept hier in het park, dat we dat natuurlijk nog een keer kunnen gaan doen op een later tijdstip. Ja. Maar het is nu wel even een teleurstelling. Ja, ja, ja. En wat doet dat dan met jou? Voor jou is dat ook wel. Nou ja, weet je, het leukste en het mooiste van mijn werk is toch het muziek maken met de mensen. Dat is het allergaafste om te doen. En dat valt nu weg. En weet je, dan denk je, wanneer zouden we wel kunnen spelen? Ik heb orkestleden die elke dag bellen van, Lian, wanneer beginnen we? Ja. En dan zeg ik maar elke keer, we moeten weer luisteren naar de premier. En die zegt dat wel weer. Dus ja, na deze week is het natuurlijk weer even slikken dat het weer even langer gaat duren. En dan, ik mis het. En dan ik kijk wel eens filmpjes. Ik heb gelukkig van de repetities maak ik regelmatig filmpjes. En dan pak ik mijn mobiel en dan zoek ik wat op. En dan denk ik van, dan zie je ze repeteren. En dan zie je die blije kopjes. Ja, ja. Nou, dat is wel mooi. Gelukkig is de digitale wereld die er bestaat. En dan heb je die beelden in ieder geval wel. Dus ik heb best wel heel veel nummers opgenomen. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Ja. Hey, maar zouden we daar niet iets mee kunnen doen? Met die filmpjes? Ja, natuurlijk kunnen we daar eigenlijk wat mee doen. Want we kunnen nou niet in het park zitten. Nee. Maar we hebben wel opnames van verschillende nummers. Ja, wel repetities natuurlijk niet. Ja, dan hoor je wel eens een foutje of dat het niet goed gaat. Maar ja, daar is een repetitie voor. Maar wel heel veel mooie nummers die we kunnen laten horen. Ja. Maar dan kunnen we toch een beetje handig aan elkaar knippen, plakken en... Waarom maak je er gewoon geen dienst van of zo? Nou. 26 april zouden we hier in het park zitten. Nou, dan zijn we digitaal te bewonderen. Ja, maar dat is wel super gaaf. Hey, en wat kunnen we dan meer doen? Want kunnen we de Jostie-bandleden nu ook nog inschakelen? Ja, weet je wat heel goed mogelijk is? Dat een aantal orkestleden, die kunnen ook heel goed lezen, dat die misschien een schriftlezing doen. Nou, wat leuk zeg. Zal ik gewoon vragen of Evelien en Inge, want die schieten me wel te binnen. Dat zijn wel de mensen die ook heel goed kunnen lezen. Dat die de schrift lezen, als jij het goed vindt, hè? Ja, nee, ik vind dat lijkt me fantastisch. Want, nou, dan ga ik dat aan hun vragen of ze dat opnemen. Moet je natuurlijk wel even doorgeven wat de schriftlezing wordt. Ja. En dan stuur ik dat naar hen. En dan, ik weet zeker dat ze het willen doen. Oh, ik vind nou, ze helemaal super. Ja, ik zie net zoals die hier, dat ik het voor me zie, ik dit filmpje ook voor me. Dat wordt super leuk. Ik ook wel, En dan gaan we het zondag uitzenden. Ah, top. Ah, dat vind ik hartstikke leuk. Nou. Ja, daar gaat toch iedereen naar kijken? Ik hoop het wel. Ja, de mensen moeten hier gewoon naar kijken. Ja. Ik ga doorgeven dat het gaat gebeuren. Ja. We gaan social media plat gooien. Precies. Iedereen moet ernaar gaan kijken. Ja, top. Leuk om op die manier toch de kerkdienst met de Jostie's te doen. Mijn dag is weer goed. Gelukkig. Leuk. Dankjewel. Ja, jij ook.